Toeristen hoeven niet langer te zoeken naar verkooplocaties voor aankoop van opwaardeer- en of simkaarten. Deze kunnen ze sinds kort verkrijgen bij reisbureaus, resorts en tourguides, geregistreerd bij de Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA. Hiermee is het aantal distributiekanalen voor verkoop van deze opties ter ondersteuning van Telesuur's dienstverlening vergroot. Met SHATA zal schouder aan schouder gewerkt worden aan het gemeenschappelijk doel, namelijk de toerist een onbezorgde, aangename en efficiënte besteding van hun periode in ons land bieden. Voorafgaand aan deze vorm van samenwerken hebben beide organisaties de afgelopen maand de gezamenlijke promotieactiviteit Leer je land kennen afgewerkt. Het doel was om bij te dragen aan de ontwikkeling van het toerisme. Klanten van het Surinaams telecombedrijf zijn gedurende de gehele maand oktober in de gelegenheid gesteld om mee te dingen naar een weekprijs. Een binnenlandse bestemming naar keuze. Marianne Mouchoukouré heeft als een van de gelukkige winnaars een destinatie gekozen waar ze al heel lang naartoe wilde. Door toerisme te stimuleren wordt ook verdere ontsluiting van het binnenland bewerkstelligd.